Nog niet zo lang geleden was het best wel een uitdaging om met een elektrische auto op vakantie te gaan naar Zuid-Frankrijk. Je had vaak meerdere laadpassen nodig, want ieder land had een eigen laadinfrastructuur. En dan had je ook vaak nog eigen regio's die ook weer hun eigen laadinfrastructuur hadden. En bovendien moet je vaak, voordat je op vakantie ging, aan de keukentafel eventjes uitzoeken waar de laadpalen precies stonden. En als je dan bij een laadpaal kwam, deed hij het soms niet en vaak was hij gewoon erg traag. Nou, gelukkig is er de afgelopen jaren behoorlijk wat veranderd in Europa. Niet alleen in Nederland zijn er heel veel snelladers langs de snelweg, maar ook in Zuid-Europa bijvoorbeeld. En betekent dat dan dat je nu zorgeloos met een elektrische auto zomaar naar Zuid-Europa kunt afzakken, net zoals met een benzineauto, zonder dat je daarbij hoeft na te denken? Nou, dat gaan we in deze video uitzoeken. We gaan met deze elektrische auto 1100 kilometer afzakken naar Zuid-Frankrijk en we zijn heel slecht voorbereid. Ik heb maar 2 pasjes om mee te laden. Ik heb niet uitgezocht wat de route is. Ik ga zo meteen gewoon in het navigatiesysteem of op mijn mobiel aangeven waar we heen rijden. En dan mag de computer mij vertellen waar we moeten laden. En bovendien heb ik de auto niet eens volgeladen. Hij zit nu op zo'n 65%. Ik heb namelijk thuis geen lader hier en in de buurt zijn ook geen laders te vinden. En bovendien gaan we de auto niet makkelijk maken. We gaan namelijk de eerste 400 kilometer van de reis over de autobaan rijden. Ik woon namelijk aan de grens van Duitsland en dat is simpelweg sneller. Maar de autobaan is natuurlijk niet per se de prettigste plek voor een elektrische auto. En daarnaast nemen we deze video niet op in maart of in september, maar in het hoogseizoen, in juli. Precies op het moment dat er een hele hoop Nederlanders naar Frankrijk afreizen. Ongeveer 1 miljoen Nederlanders. En daarvan zullen er ook waarschijnlijk wel een hele hoop een elektrische auto hebben. En het zal dus ongetwijfeld ook druk worden bij de snelladers. Kortom, een hele hoop uitdagingen. En in deze video gaan we gewoon onderzoeken of je eigenlijk op de Bonnefoy met een elektrische auto gewoon naar Frankrijk kunt rijden. Zoals je dat ook met een benzineauto kan doen. Ik ga de auto nog eventjes volpakken. Het is nu 7 uur 's avonds. We gaan rond 1 uurtje of 12 rijden. Dus dan denk ik dat ik jullie bij de eerste snellaadstop zie, ergens in Duitsland. En niet vergeten, altijd die laadkabel bovenin. Yes, laadstop 1 in Duitsland. We zijn rond 1 uur 1 vertrokken uit Hellendoorn, de thuisbasis, iets later dan verwacht. We hebben dan 2,5 uur gereden richting Keulen. Daar zou de eerste laadstop zijn, maar dat ging gewoon niet door. De lader was daar kapot. Gelukkig gaf onze app aan dat ze 15 minuten verderop bij het tuincentrum, Helweg genaamd, dat er 2 laders stonden, snelladers stonden met een vermogen van 300 kW. Dat is behoorlijk flink. Met z'n 4 laadaansluitingen trouwens. Dus ik was erg blij dat hij in de buurt was en dan hem gevonden hebben. Maar toen we hier kwamen rijden, toen zag ik een A4'tje op de zijkant waarop staat de ladenzijde, of zeg maar openingsuren in dit geval, van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Dus toen schrok ik toch een beetje. Maar ik heb toch wel eventjes meer geplukt en mijn pasje ervoor gehouden en hij wordt nog wel met laden. Dus ja, die angst was eigenlijk voor niks. Ik heb hier ongeveer 20 minuten gaan laden. Dan kunnen we weer zo'n 300 kilometer verder rijden. En dan stel ik voor dat ik jullie zie bij de volgende laadstop. Yes, laadstop 2. We zijn inmiddels in Frankrijk aangekomen. We hebben net nog 2 uur op de autobaan gereden. Daar hebben we wat tijd kunnen inhalen. Was namelijk heel rustig vanwege de tijdstip. We hebben de cruise control op 160 gezet. Is natuurlijk niet altijd heel slim met een elektrische auto. Maar we hebben het geluk dat we een BMW i4 i40 mee hebben. Die is een vrij stevige actieradius, namelijk 590 km volgens de WLTP-cyclus. In de praktijk moet je hier aan zo'n 500 km denken. En als je de autobaan gaat knallen, zoals wat wij dus gedaan hebben, dan moet je aan zo'n 300 km tot 350 km denken. Wat nog steeds heel acceptabel is natuurlijk voor een elektrische auto als je zo hard gaat rijden. En je merkt met een auto met zo'n actieradius dat je zelf eerder toe bent vaak aan een laadpauze dan de auto zelf. En we staan nu net voor Metz in Frankrijk dus, bij Ionity. Er zijn heel veel Ionity laadpalen bijgekomen het afgelopen jaar. Want ja, tot ongeveer 2 jaar geleden was het best wel een uitdaging om Frankrijk te doorkruisen met een elektrische auto. Er waren volgens simpelweg heel weinig laadpalen en ook veel deden er niet. Maar het afgelopen jaar is er heel veel veranderd hier in het land. Dus er zijn er onder andere heel veel van dit soort Ionity laadplekken bijgekomen. Maar natuurlijk is ook het laadnetwerk van Tesla overgegaan voor niet-Tesla's. Zoals bijvoorbeeld deze BMW. En dat betekent dus dat het laadnetwerk in Europa ineens bijna verdubbeld is.
En daarnaast zijn er natuurlijk ook nog een hele hoop andere aanbieders van snelladers. Zoals bijvoorbeeld Fastnet, die opereert ook in Frankrijk. Sterker nog, je kunt alleen op Fastnet laadpalen alleen al tot Lyon komen in Frankrijk. We gaan hier nog even 5 minuten laden. De auto zit bijna vol. Hij zit op 88, bij 90% gaan we weer rijden. Zo, laatste stop nummer 3. Zoals je ziet staan we weer bij een elektrolaadpaal. En zoals ik al vertelde tijdens de vorige stop, staat inmiddels al Frankrijk vol met deze IONITY-laadpalen. En als jij met zijn elektrische auto naar Frankrijk gaat, is de kans groot dat je minimaal 1 of 2 keer bij zo'n IONITY-laadpaal terechtkomt. Ik zou nu even laten zien op welke manier wij de route aan het rijden zijn. Zoals ik je vertelde in de introductie, hebben we geen route uitgestippeld aan de keukentafel. We zijn eigenlijk gewoon op de Bonnevoie en naar Frankrijk aan het rijden. En waar we wel gebruik van maken is een app genaamd A Better Route Planner. Die app ken je misschien. Als je zelf al langer met een EV rijdt en vaak naar het buitenland gaat, is dit eigenlijk misschien wel de beste app. In die app kun je namelijk van je bestemming invullen en dan rekent hij zelf uit bij welke lading je moet stoppen en hoe lang je daar moet stoppen. Ik hoor dat Tesla rijders nu al in de comments sticken van ja, dat kan mijn auto al jaren. Ja, dat klopt. Tesla heeft dat al jaren hartstikke goed voor elkaar. Maar nu kun je dat dus ook met auto's van andere merken doen. En zeker als je deze app gebruikt. Er zijn ook een hele hoop elektrische auto's die hebben net als Tesla zo'n systeem in een navigatiesysteem ingebouwd. Dus dat je automatisch kunt zien waar je moet stoppen en hoe lang je ergens moet stoppen om te laden. Maar ik ben persoonlijk wel erg fan van deze app. In deze app staan namelijk alle aanbieders van snelladers in heel Europa. Onder andere IONITY, maar ook Tesla Supercharging Netbacks zitten hierin. Fastnet, maar ook nog een hele hoop andere laadaanbieders waar je misschien ook nooit van gehoord hebt. Zoals bijvoorbeeld de snellader vanochtend bij dat thuiscentrum. Helderwerk was dat geloof ik. Had ik nog nooit van gehoord. Staat gewoon in de app. En het werkt perfect. Ik zal even laten zien hoe dat werkt. Zoals je ziet, zie je de map van Europa hier en een blauwe lijn lopen. Dat is de route naar onze eindbestemming, Montélimar. En daartussen geeft hij de laadbestemmingen aan. Dus al die rode vinkjes, dat zijn de plekken waar we moeten laden. En hij geeft aan hoe lang je daar moet staan. Hoe wij het aanpakken is als volgt. In de app kunnen wij zien wat de bestemming is van de volgende laadpaal. Die bestemming voeren wij in een navigatiesysteem en rijden er vervolgens heen. En in de app kijken we ook hoe lang we daar moeten wachten. Hij geeft bijvoorbeeld aan dat je bijvoorbeeld tot 60% moet laden. En als die auto dan volgeladen is tot 60%, dan kijken we wat de volgende bestemming is. Voeren we die weer in de auto in en rijden er vervolgens heen. De auto is nu alweer op 99%. Deze BMW die laadt en behoorlijk door. Dus de auto is volgeladen. Ik ga nog eventjes laden met een vals ontbijtje. En dan zit je bij de volgende stop. Ja, ik denk natuurlijk dat ik nu in Vingerdaal sta, onze stilling in Apeldoorn bij Fastnet locatie. Maar nee, we zijn zo'n 40 kilometer boven Lyon. Daar is Fastnet een locatie geopend. Ook zijn beste van Lyon zit een locatie. En ik meen dat ze zo'n 30 locaties in totaal in Frankrijk willen openen dit jaar. Dus als je een echte Nederlander bent en uitsluitend bij Fastnet wil laden, met Bacobastro, ook in Frankrijk. We zijn bijna bij de eindbestemming. We moeten nog ongeveer 200-300 kilometer naar Montélimar, meen ik. Dit stikwoord, de laatste laadbord alweer. We horen een notitie hier bij de Fastnet locatie. Vragen ze 59 cent per kilowattuur. Al een behoorlijk sterke prijs. Dus ben je verpland nog naar Frankrijk te gaan deze vakantie? Dan is het misschien helemaal geen slecht idee om af en toe bij het Fastnet te laden. Ja, we zijn bij de allerlaatste laadstop aangekomen. Ja, bij deze plek hoeven we eigenlijk niet eens te laden, want we zijn al op de eindbestemming gekomen. Maar we wilden nog even wat boodschappen doen en we kwamen bij een Lidl terecht.
En wat kwamen we daar tegen? Een snellader. Zo staat het er inmiddels voor in Frankrijk. Je kunt op de gekste plekken laden. En dit is geen trage snellader. Dit is geen 50 kilowatt. Dit is gewoon 120 kilowatt. Dat is best wel fors dus. Dus als je een kwartiertje gaat winkelen of iets dergelijks, dan zit je ook het pakket alweer voor een groot gedeelte vol. En dat is dus wel het grappige aan Frankrijk anno 2023. Op de gekste plekken kun je laden. Niet alleen bij de Lidl hier, maar bij heel veel Lidl filialen kan dat in Frankrijk. En als er geen snellader staat, staat er vaak wel een 22 kilowatt lader. Die 22 kilowatt laders, die vind je ook gewoon in de gekste dorpjes. We waren net nog eventjes in een heel klein dorpje. Ik geloof met zo'n 350 inwoners. En er stond ook gewoon een laadpaal met 22 kilowatt. Dus als je in zo'n dorpje voor 3 of 4 uur gaat eten, echt Frans tafelen, dan heb je je accupakket alweer voor een groot gedeelte vol. Laten we eventjes de reis samenvatten. We zijn dus begonnen rond een uur of 1 in Hellendoorn. Toen zijn we vertrokken en het is nu zo 3 uur, half 4 meen ik. Dus we zijn zo'n 14 uur onderweg. Dat is eigenlijk net zo snel als je er normaal gesproken over zou doen naar deze locatie. Tenminste, dat is mijn ervaring. Google Maps geeft aan dat we er zo'n 12,5 uur over hadden moeten doen zonder een enkele stop. Maar dat doe je natuurlijk niet. In de praktijk wil je altijd wel zo'n 3 uur, 4 uur of op zijn minst iedere 5 uur even stoppen. Nou, ik wil in ieder geval iedere 3, 4 uur even mijn benen strekken en een luchtje scheppen. Nou, dat hebben we met deze auto dus gedaan. En dat was, zoals ik al eerder aangaf, vaak eerder dan dat het accupakket op was. De auto kon vaak het nog langer uithouden dan wij zelf. Laten we even over de auto gaan hebben. Dit is dus de BMW i4 e-drive 40. Dat is eigenlijk het enige aan deze hele reis waar we het onszelf makkelijk mee gemaakt hebben. Want zoals ik al zei, we hebben echt nul voorbereiding gedaan. Dat is absoluut niet gelogen. Het enige wat we gedaan hebben is een Better Route Planner gebruiken. Die zelf de route voor ons zou uitstippelen. Maar verder hebben we het helemaal op de bonnen voor gedaan. Maar we hebben het dus wel gedaan met een auto die behoorlijk ver kan komen. De BMW i4 e-drive 40. Ik zei al, op papier een actieradius van 590 kilometer. In de praktijk, in Nederland, als je gewoon dagelijks woon-werkverkeer doet, moet je aan zo'n 500 kilometer denken. Als je zoals ons op de autobaan de cruise control op 150 of op 160 zet, of hier in Frankrijk op 135, wat we meestal aan hebben gehouden, dan moet je ongeveer aan 300, 400 kilometer denken. Maar dat is nog steeds heel bruikbaar natuurlijk, want dat betekent dus dat je zo'n 3, 4 uur kunt rijden voordat je weer moet laden. Sterker nog, als we vaak bij een lader aankwamen, zat er nog behoorlijk wat actieradius in de auto. En dat zorgt er ook voor dat je helemaal geen actieradiusangst hebt. We hebben eigenlijk nooit minder dan 100 kilometer overgehouden in het accupakket voordat we weer naar een snellader gingen. Waardoor we eigenlijk nooit de gedachte hadden van we moeten nu een snellader zoeken, anders gaat het straks fout. Dat komt natuurlijk ook omdat er eigenlijk bijna iedere 50 kilometer langs de autoroute wel een snellaadstation te vinden is. Zoals ik al zei, vooral Ionity, maar ook Fastnet hebben we gezien en ook nog van een hele hoop andere snellaadaanbieders. En bovendien staat er niet vaak maar één verlaten laadpaal zoals dat vroeger wel ging. En dat is ook eigenlijk wel leuk dat de eerste lader die we tegenkwamen vannacht in Keulen, dat er daar maar één laadpaal stond die het bovendien niet deed. Want dat geeft eigenlijk een beetje aan hoe het tot een aantal jaar geleden was als je wilde snelladen langs de snelweg in het buitenland. Dan was er dus vaak maar één snellader, die deed het vaak niet. Maar vannacht was er dus geen probleem, omdat we op de map al zagen dat er rondom Keulen een hele hoop snellades aanwezig waren. En dus hadden we ook eigenlijk geen moment stress. We zijn gewoon simpelweg 10 minuten verder gereden naar dat tuincentrum. En daar hadden we binnen een kwartiertje de auto weer vol, geloof ik, of 20 minuten. Maar eigenlijk alle andere plekken waar we kwamen, waar we de auto konden laden, stonden er heel veel laadpalen. Bijvoorbeeld bij die Fastnet locatie waar we net nog waren. Daar konden geloof ik wel 20 of bijna 30 auto's laden. Maar ook bij de meeste Ionity plekken kunnen inderdaad minimaal 10, 20 of soms wel 30 auto's laden. Dat is natuurlijk ook wel fijn in een drukke periode zoals nu. Dat je niet heel lang meer hoeft te wachten en vaak gewoon meteen kan laden. En wat dat betreft is er volgens mij eigenlijk anno 2023 geen excuus meer om niet met een elektrische auto richting, in ieder geval Zuid-Frankrijk te rijden. Dat kan makkelijk, dat hebben we inmiddels aangetoond denk ik. Maar oké, we hebben dan een hele fraaie BMW mee met een hele goede actieradius. Maar ook als je met een elektrische auto rijdt met een kleiner accupakket, met een kleinere actieradius en met een lagere laadsnelheid kun je hier prima komen. Je moet alleen wat vaker bij een laadpaal staan. Maar weet, die laadpalen die zijn er dus wel in Frankrijk. Pak een beet iedere 50 tot 100 kilometer langs de autoroute. En ook in de dorpjes, in the middle of nowhere, kun je laadpalen vinden. En wat dat betreft is het voor ons natuurlijk wel pure luxe dat we met deze BMW op stap zijn. Deze kan tot 210 kilowatt laden. En daardoor hoef je inderdaad niet zo lang bij een laadpaal te staan. Nog even over de pasjes gesproken. Vroeger moest je een hele hoop pasjes meenemen, zeker in Frankrijk. Nou, wij hebben er twee meegenomen. Een Shell Recharge pasje en een Charge Now pasje.
We hebben alleen deze nodig gehad. Dat is wel fijn. Ik heb eigenlijk die Shell pas niet eens nodig gehad. Ik zou wel aanraden om toch minstens 2 pasjes mee te nemen voor de zekerheid. Je weet maar nooit. Maar wij hebben eigenlijk maar 1 pasje nodig gehad dus. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik wil je bedanken voor het kijken. Vergeet hem vooral geen duimpje te geven als je hem leuk vond. En wil je nou niet met een elektrische auto op zomervakantie gaan, maar op wintervakantie? En ben je benieuwd of dat ook zo makkelijk is? En kijk dan even de video van mijn collega Max Veldhuis. Die is namelijk een paar maanden geleden, in februari, op wintersport geweest met een Nissan Ariya. Ook midden in de vakantieperiode. En in die video kun je zien of dat ook zo makkelijk gaat. Nogmaals, bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.